Nou, hallo allemaal. Goedemorgen en welkom bij dit webinar over de Hagekure-methode. Ik heb twee toppers van de collega's meegenomen, namelijk Michelle en Bianca. Yes. Nou, zij zitten er helemaal klaar voor. Maar voordat we gaan beginnen met de webinar, ga ik nog even wat praktische zaken met jullie bespreken. Dit zijn iets minder leuke dingen, maar het moet toch gebeuren. Ik heb een openbare chat en ik heb een privé chat. Mocht jij dus vragen hebben tussendoor voor Bianca en Michelle, laat het gewoon even via de chat weten. En dan zorg ik ervoor dat het gesteld wordt. Kan zijn dat ik je vraag voor op het einde bewaar. Kan zijn dat ik het gelijk stel. Dat hangt even af van de situatie. Ik heb ook een privé chat. Dus mocht jij om wat voor reden dan ook je vraag privé willen stellen, dan komen wij gewoon na de webinar op jouw vraag terug. En dan behandelen we gewoon samen met jou de vragen die jij hebt. Nou, verder staat er een uur gepland voor dit webinar. Dat gaan wij ruim op tijd gewoon halen. 12 uur is lunchtijd, dat weten we. Wij hebben ons lunch al klaarstaan, zoals jullie zien. Cupcakes, want het is een feestje, dat zien jullie. Ja. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel voorbij zien komen. Want het is niet zomaar een webinar. Want zowel Bianca als Michelle, die zijn dus bijna jarig. Ja. Bianca volgens mij over 2 dagen. Ja. En Michelle is maandag al jarig. Dus we hebben er gewoon even een feestje van gemaakt. Nou, dat was ik. Nu stop ik met praten. Nu geef ik het woord gewoon echt even aan onze CEA-toppers. Bianca en Michelle. Yes. Nou, Bianca, wie ben jij? Ja, ik ben Bianca, ik ben senior CEA en P-social specialist bij Maatwerk Online. Inmiddels alweer bijna 4 jaar, wat ik al met veel plezier doe. En het allerleukste eigenlijk van het werk wat ik doe is het werk voor verschillende klanten. Zodat je niet gebonden bent aan één bedrijf of één account, maar in verschillende keukens mag meekijken en daar ook echt deel uit van mag maken. Het allerleukste vind ik dan ook dat je niet zomaar een extern iemand bent die zo nu en dan komt aanschuiven om wat te zeggen over de campagnes, maar ook echt als partner wordt gezien en over de gele linie daarin mag meedenken. Dus dat vind ik het allertofste om te doen. Ja, leuk. Ik ben dan Michelle, ook CEA specialist bij Maatwerk Online. Ik werk nu inmiddels 2 jaar bij Maatwerk Online met heel veel plezier. Ook ik doe heel verschillende klanten, dus van B2B tot B2C. Alles zo'n beetje meegekregen. En eigenlijk kan ik wel aan wat Bianca zegt. Ik vind het gewoon heel leuk om echt strategisch mee te denken in CEA, maar ook veel meer dan CEA. Wat kun je nou doen om je online marketingstrategie te verbeteren? En dat is heel tof als je dan die resultaten zo omhoog ziet gaan. Dus Nou, laten we hopen dat we dat ook kunnen we uitleggen hoe jullie dat doen. een beetje de agenda voor vandaag. We gaan het dus hebben over de Hagekure-methode. Klinkt misschien een beetje spannend, maar trust me, het is wel echt heel simpel. een beetje de voordelen ervan. Hoe begin je nou eigenlijk met een simpele structuur en methode om die simpele structuur te bereiken? Aan het einde nog een paar vragen. Natuurlijk, het is bijna ons verjaardag, dus we hebben een surprise natuurlijk. Weer jaar gestarteerd. Zeker. Ik beloof dat. We hopen na deze webinar jullie echt inzicht te geven hebben hoe je aan de slag kan gaan met de Hagekure-methode. Zodat je die ook alvast kunt gaan inzetten voor het Q4-kwartaal wat alweer bijna voor de deur staat. Dat je daar in ieder geval maximaal uit kan gaan halen. Yes. Nou, laten we beginnen. Yes! Ja, wat geen geheim is dat search natuurlijk ontzettend veranderd is de afgelopen jaren. En niet alleen de afgelopen paar weken, maanden, maar als we kijken naar 2021, dan is daar heel erg veel gebeurd. Automatisering en machine learning is steeds belangrijker aan het worden. En er komen ook steeds meer nieuwe slimme trucjes binnen de interfaces beschikbaar. Die ons werk aan de ene kant een stuk makkelijker maken. Aan de andere kant ook weer wat meer kennis en complexiteit vereisen om daar ook goed advies in te geven. Om een beetje een beeld te geven, wat zijn nou de belangrijkste punten of updates die afgelopen jaar zijn doorgevoerd. En die ook nu nog op de planning staan en die ook te maken hebben met de Hagekure-methode, hebben we een kleine tijdlijn gemaakt. En in die tijdlijn zie je vanaf 2020 dat er een hele grote heisa ontstond op het moment dat zoektermenrapport opeens heel erg beperkt werd. Ja. Michelle, jij klapte je laptop open en wat was jouw gedachte? Ja, ik dacht echt, joh, waar kunnen we dan onze data dan vandaan halen? Ja. Want we wisten allemaal dat zoektermen, daar ging het over. Je searchcampagnes, daar haal je dan zoektermen uit en die kun je toevoegen of uitsluiten. En opeens was dat gewoon niet meer mogelijk.
Althans, niet meer mogelijk. Je zag nog beperkte data, zeg maar. Dus opeens wist ik niet meer of ik nou goed gematcht werd op de zoekwoorden die ik had ingesteld. Dus ja, daarin moest wel echt een switch komen. Ik denk bij alle CS-specialisten wel van oké, hoe ga je nu dan verder? En ja, een beetje van Google ook, dat ze je pushen naar dat smart bidding gebruiken. Ja. En je account optimaliseren volgens de nieuwe standaarden. Nou, daarom zie je eigenlijk ook in 2021 dat er zoveel nieuwe dingen zijn bijgekomen. Want ja, je moest wel op die algoritme gaan vertrouwen. Ja. Het, onder andere die broad match modified wordt uitgefaseerd. En opeens moet je met broad keywords gaan werken. Ja, wat? dus het algoritme wordt steeds slimmer. En die veranderingen die moeten we meenemen eigenlijk in onze campagnes. Ik denk dat Hakak hier daar ook gewoon heel goed overzicht in geeft in hoe je dat doet en waarom het zo belangrijk is. Ja, ik denk dat 2020 de ontwikkelingen die ze toen hebben afgespeeld, niet alleen binnen search, maar ook natuurlijk in een lockdownperiode waarin iedereen de campagnes ging omgooien, ons ook wel even met de neus op de feiten heeft gedrukt van oké, weet je, nu worden we eigenlijk wel een beetje in de richting geduwd om er toch wat meer mee te gaan testen. Ja. En wij kiezen er dan ook voor om echt alles eerst te gaan testen en niet zomaar klakkeloos van oké, weet je, prima. Laten we het doen en fingers crossed dat het goed uitpakt. Ja. Dus denk bijvoorbeeld aan Broadsmans Modified. We werken natuurlijk met BMM en Exact en zo nu en dan ook andere zoekwoordtypes. Maar Broadmatch werd ook geüpdate, wat eigenlijk betekent dat Google niet meer de Broadmatch van een paar jaar geleden beschikbaar stelde. Ja. Maar dat het echt veel beter kon matchen in combinatie met smart bidding om je campagnes te verbeteren. Nou, dat klinkt natuurlijk heel tof. En door daarmee te testen leer je ook meer op welke momenten je het beste kunt toepassen en voor welke accounts dat wel of niet geschikt is. Ja. Nou, er zijn er nog wat andere updates die hebben plaatsgevonden, die ook later in de presentatie nog wel terug zullen komen als onderdeel van de Hagekuren methode. Dus ik denk dat het nu heel erg goed is om stil te staan wat Hagekuren eigenlijk is. Ja, daar ben ik wel echt nieuwsgierig naar, want ik vind het zo'n aparte naam. Ja, het is natuurlijk bedacht door Google. En in eerste instantie schonken we er geen aandacht aan als zijnde van wat is Hagekuren nou eigenlijk. Maar het is vernoemd naar, een spirituele gids van de Japanse krijgers, de samurai. Ja. En letterlijk betekent Hagekuren verborgen bladeren. Wat eigenlijk ook wel weer heel mooi terug te zien is als je het toepast in accounts. Want je hebt niet alle data natuurlijk meer wat Michelle al aangaf. Zoektermenrapport is een stuk gelimiteerder. Je moet meer gaan vertrouwen op het algoritme van Google zelf. Dus je hebt niet alle details, maar er liggen wel heel veel pareltjes verstopt binnen online adverteren. Ja. Waar je inmiddels deze structuur toch gebruik van kan maken en meer resultaten kan halen. Ja. Dus dat is leuk om te weten. Maar dan nogmaals, wat is Hagekuren dan? Nou, eigenlijk in Google Ads. Nou, Michelle. Ja, heel simpel eigenlijk. Het is een simpele accountstructuur. Ik was heel surprised. Het gaat er echt over om je account heel simpel te maken en heel overzichtelijk te maken, zodat het vooral voor het algoritme gewoon makkelijk te begrijpen is. En voor jezelf natuurlijk ook. Alleen dat vergt wel een beetje omschakeling. Dus je bent eigenlijk bezig om machine learning toe te passen, om die algoritmes toe te passen, om tot het beste van ze recht te komen. Dus het is gewoon eigenlijk een simpele accountstructuur. Ja. Ja, dus de Google heeft natuurlijk van die slimme oplossingen tegenwoordig en die moet je echt gewoon toe gaan passen om dan ook te profiteren van die simpele accountstructuur. Ja, we zullen straks ook wel voorbeelden geven, maar bijvoorbeeld een paar jaar geleden hadden we hele uitgebreide campagnes waarbij je heel specifiek op zoekwoorden een structuur opbouwde. Ja. Wat nu eigenlijk, als je daar nu nog mee werkt, ervoor zorgt dat je het voor het algoritme heel moeilijk maakt om die connectie te leggen tussen de verschillende advertentiegroepen en de zoekwoorden, omdat het zo gesplitst is. Dus eigenlijk moeten we het meer op een hoop gooien, om het even heel simpel te zeggen. Maar dat zorgt er wel voor dat machine learning dus zodanig kan leren en begrijpen wanneer mensen naar welke zoekwoorden, wanneer ze daarvan gebruik maken en wanneer ze thuis horen in de journey, om in ieder geval te kunnen bieden op het moment dat dat voor jou relevant is. Ja. Wat zijn dan eigenlijk de voordelen van de Hagekuren methode? Want we zeggen al van, het is een stuk simpeler. Ja. Je moet toch wel een stuk omschakeling doen.
Maar wat kunnen we nou eigenlijk verwachten op het moment dat we die HGQ-methode gaan toepassen? Ja, je verwacht natuurlijk heel veel omdat je opeens heel erg afhankelijk bent van het algoritme. Maar ik denk dat het vooral ook, je hebt minder handwerk. Dus eerst was je bezig met die CPC's instellen en dan gaat de concurrentie weer omhoog en dan moet ik hem weer hoger gaan bieden. En op het moment dat je met dat HGQ-methode werkt en met smart bidding werkt, dan laat je dat eigenlijk over aan Google. Maar in zodanig dat je dan ook je doel wel aangeeft. Dus het algoritme werkt wel naar die doel toe. Dus dat scheelt je ook gewoon heel veel tijd. Je kunt op een wat strategischer niveau gaan denken van het is Black Friday, Q4 komt eraan. Oké, hoe gaan we dit dan voorbereiden en hoe passen we dan de algoritme toe? Ja. Wat ik zelf ook heel makkelijk of fijn vond aan het testen met de HGQ-methode, wat ik vooraf nog niet zo had ingeschat, was eigenlijk dat het een stuk overzichtelijker wordt. Je verwacht van oké, ik heb nu al mijn advertentiegroepen lekker gestructureerd en het is heel duidelijk. Maar tegelijkertijd heb je ook misschien wel 15 campagnes in een account staan. Iedere campagne heeft misschien 50 advertentiegroepen. Ja. Als je het allemaal gaat analyseren, dan gaat dat best wel veel tijd kosten. En op het moment dat jij ze groepeert, en de manier om ze te groeperen zullen we straks gaan benoemen. Maar zorgt eigenlijk dat je het op een wat hoger level al wat gestructureerder voor jezelf in kaart brengt. Zodat je sneller door die cijfers heen kan gaan. En ook kan bepalen van, hey, hier moet ik even naar kijken of dit gaat wel erg goed. Waar ligt het aan? Wat kan ik hier aan doen om het verder te verbeteren? Of juist aanpassingen door te voeren als het nog even wat minder goed loopt. Ja. Dus dat vond ik heel erg tof. En daarnaast denk ik ook wel dat voor de accounts waar ik het heb doorgevoerd, dat ik opeens een veel groter bereik heb gekregen. Ja, het is echt super groot. Ja. Voorheen echt, ook met onze Google Wrap, ons vertoningsaandeel blijft echt achterlopen, terwijl we toch heel goed scoren hier, hoe komt dat? Mm-hmm. Nou, omdat je toch ook die verbreding gaat opzoeken. Dus je stapt eigenlijk uit je comfortzone, zoals dat voor ons als een warm badje voelde destijds. Ja. Maar zo zorgen we toch wel dat we daarin ook nieuwe doelgroepen konden gaan aanspreken. Dus ja, je leert ook gewoon veel meer over je doelgroep. Want je stapt eigenlijk buiten die comfortzone en dan ga je eigenlijk leren van, oh, misschien zoeken ze toch op een net wat andere manier of op een algemenere manier dan dat jij eerst had gedacht. Ja. Want dan denk je echt, oh, ik moet speciaal het zoekwoord kopen in mijn zoekwoord hebben, want anders dan is het niet relevant kopen. Ja. Ja. Terwijl je nu misschien leert dat ze op een hele andere manier zoeken. Dus zo krijg je eigenlijk steeds meer bereik inderdaad en facts over je doelgroep, wat je wel mee kan nemen in zeg maar die strategie. Ja, en als we dan willen beginnen met die HGQ-methode, hoe pakken we zo'n proces dan precies aan? Zou je ons mee kunnen nemen in hoe jij dat voor jouw klant hebt gedaan? Ja, natuurlijk eerst een hele taak dat je zo'n hele uitgebreide account opeens heel simpel moet gaan maken. Wat mij heel erg heeft geholpen is ook gewoon te kijken naar hoe de klant zelf, wat het doel eigenlijk is van die campagne. Dus in die oude structuur had je eigenlijk een heel rit aan broad modified, exacte allerlei advertentiegroepen. En dan zag je echt, dat was één zoekwoord per advertentiegroep. En wat ik toen heb gekeken, eigenlijk ook een beetje logische indeling van als ik wenkbrauwverf verkoop, en ik wil echt het zoekwoord, ik heb wenkbrauwverf kopen als zoekwoord. Ja, wat lijkt daar een beetje op? Ja, of het nou kopen, bestellen of online is. Ja, allemaal is eigenlijk dezelfde intentie. Dus zo ben ik een beetje met de klant ook gaan kijken van welke zoekwoorden hebben nou dezelfde intentie. En hoe kunnen we dat nou groeperen in een hele simpele structuur eigenlijk. Dus dan ga je eigenlijk van een oude structuur waarbij je het op de SCHEG-methode hebt ingericht naar een hele nieuwe structuur. Of dat is heel nieuw. Het is eigenlijk precies hetzelfde, maar je gaat iets meer het overzichtelijk maken. Dus we hebben drie producten, wimperverf, wenkbrauwverf en wimperserum. Ja. En in elk productgroep zit dan gewoon de zoekwoorden die je wil hebben. En daar heb je een advertentie voor. En dat vertoon je gewoon aan je doelgroep. En omdat je dan met smart bidding en alles daarin toevoegt, zie je gewoon dat het steeds beter werkt eigenlijk. Ja. Ja, je had op de slides ook screenshots daarvan gedeeld. Waarbij je ook echt op de slide van de oude structuur ziet dat het heel veel advertentiegroepen zijn. Dus ieder zoekwoord heeft twee advertentiegroepen. Dat we echt per zoekwoordtype een advertentiegroep gingen maken. Ja. En bij die nieuwe structuur zie je eigenlijk dat van een hele rits naar maar drie advertentiegroepen zijn gegaan. Ja. Wat vond je klant ervan toen je daarmee aankwam? Van ik ga dit doen.
Ja, nou ja, weet je, je leidt je klant in die zin eerst op van, joh, we moeten het zo gestructureerd mogelijk houden. En weet je, als we het bij elkaar doen, dan ontploft de boel, bij wijze van spreken. Maar toen ik dit hier eigenlijk mee aankwam, toen zei de klant gelijk van, joh, dat ziet er eigenlijk een stuk overzichtelijk uit. Nu kunnen we gelijk zien van, oh, wimperverf levert dit op, wenkbrauwverf levert dit op. Dus het is gewoon veel overzichtelijker, ook om te managen voor mij. Want ik wist gelijk van, oké, er gaat iets fout. En dan kun je nog op zoekwoordniveau of advertentieniveau wat dingen aan gaan passen. Om het dan verder te trekken. Maar eerst had je dan, nou ja, zoekwoord BMM deed het dan niet. Maar de exacte zoekwoord variant daarvan deed het dan wel. Oké, waar ga je zoeken, zeg maar? Terwijl je hier gewoon heel overzichtelijk kan kijken van oké, nou ja, dit werkt dus niet. Dan kun je gaan kijken naar de landingspagina. Dus je kunt op een hele andere manier benaderen eigenlijk die advertentiegroep. Dat vond ik wel interessant. Maar ook leuk hoe mijn klant gewoon gelijk reageert van, ja, dit is gewoon super overzichtelijk. We weten nu wat ze verkopen, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje waar je daarin naartoe gaat met ontwikkelingen die er zijn. De stappen die je wil nemen om ook het account voor de klant natuurlijk beter in te richten. Ja. Als ik kijk naar de manier die ik hanteerde of waar ik tegenaan liep of nog een beetje huiverig voor was, was dat toch het verbreden van zoekwoorden. Ja. Want in de oude structuur hadden we dus echt één zoekwoord per advertentiegroep. Wat ook betekent dat je advertenties daar heel goed op kon aanpassen. En voor de veiling, waar Google Ads natuurlijk op staat, is het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat je relevantie en je kwaliteitsscore goed is. En op het moment dat je alles gaat groeperen, dan laat je dat eigenlijk wat meer los. En terwijl het voor ons destijds super belangrijk was, is het toch een beetje eng om dat ook los te laten. Zeker. Want hoe kun je nog steeds de kwaliteit en de relevantie waarborgen als je alles gaat samenvoegen? Ja. Het is gewoon heel simpel, ga het testen. Doe dat bij voorkeur bijvoorbeeld met zoekwoorden waarbij je een goede kwaliteitsscore al hebt. En waar je advertenties ook gewoon goed presteren. En wat ook heel erg belangrijk is om te kijken naar landingspagina die je gebruikt. Zorg dat het zoekwoord waarmee je wil adverteren, dat daar ook de zoekwoorden in terugkomen. Zodat in ieder geval daar ook je relevantiescore goed op wordt beoordeeld. Ja. En wat ook heel erg goed werkt is het toevoegen van keyword insertion. Dat zijn eigenlijk de brackets die je om je zoekwoord heen plaatst. Zodat er ook woorden uit zoekopdracht van de persoon opgenomen kunnen worden in jouw advertentiekoppen. Om nog een keer op die relevantie terug te komen. Ja. En dan is het ook erg leuk om te laten zien van wat heeft dat dan daadwerkelijk. Voordat we daar gaan, sorry dat ik je onderbreek. Ik heb al een vraag binnengekregen van Gerben. En ik denk dat het ook iets meer voor jou is, Michelle. Gerben vraagt namelijk, en ik zet even de camera wat groot, zodat de mensen jullie wat beter kunnen zien. Een breed zoekwoord, wenkbrauwverf kopen. Dan adverteer je toch ook op verf kopen? Of pak je dat dan mee via uitsluitingen? Dat is een hele goeie. Ja, je sluit hem wel uit eigenlijk, want verf kopen is heel wat anders. Nu moet ik wel zeggen, als je het zoekwoord gewoon wenkbrauw, want wenkbrauwverf is in principe één woord, gaat dat meestal wel goed. Maar het is wel gewoon goed om dat in de gaten te houden, dat je inderdaad irrelevante zoekwoorden wel uitsluit. Gewoon blijft uitsluiten. Ja, zeker. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat je hem blijft uitsluiten. Nu is die zoektermenrapport natuurlijk niet zo heel uitgebreid meer. Nee. Maar je ziet wel de zoekwoorden waar gewoon veel hits op binnenkomen. Dus ja, zoals verkopen, dat sluit je dan wel uit. Ja. 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 Ja, een tip die ik daar wellicht nog over kan meegeven is dat op het moment dat ik zoekwoorden ben gaan verbreden, dat me ook opviel dat steeds meer branded varianten in het zoektermenrapport naar boven kwamen. Dat ik steeds meer de bedrijfsnaam van mijn klanten ook naar voren zag komen. Die wil je daar natuurlijk uitsluiten, want Google kijkt niet alleen maar naar het zoekwoord wat iemand op dat moment in Google plaatst, maar ook naar historische zoekopdrachten om een beetje die context te gaan begrijpen. Dus dan kun je er eigenlijk voor zorgen dat in ieder geval je branded termen daar uitsluiten en het zoektermenrapport voor zover het kan goed te analyseren. Zijn er nu dingen bij die minder goed werken? Ja. Wat Michelle aangaf voor wimperverf is dat natuurlijk één woord. En op het moment dat zij pas gaat verbreden op het moment dat het exacte zoekwoord al veel data heeft en goed converteert en hoge kwaliteitsscore heeft, begrijpt het algoritme ook, dit gaat om wimperverf en niet om verf wat je op de muur smeert. Ja. Dus dat zal het in theorie meevallen, maar het is wel belangrijk om dat in ieder geval in de gaten te houden. Ja, nou, ik denk voor een heel nieuw account dat je dan wel echt in de gaten moet houden. Dat zou ik het niet doen. Ja. Maar, ja. Dan is er geen historisch data. Nee, inderdaad, ja.
Nou, Gerben, ik hoop dat dat je vraag beantwoord heeft. Zo niet, laat het dan even weten. Ik heb nog een vraag binnengekregen van Nicole. Yes. En zij heeft een vraag over de kwaliteitsscore. Door Hagakure krijg je veel impressies per adgroup. Want hoe behoud ik nou controle over de kwaliteitsscore van mijn belangrijkste keywords? Ja, dat is een ding ook een beetje met de historische data dat je meeneemt, zeg maar. Dus wat Bianca net uitlegde, als je al gewoon goed presterend zoekwoord hebt met een hoge kwaliteitsscore op exact match en je verbreedt hem dan behoud je eigenlijk de kwaliteit wel. Mm-hmm. Maar als je hem gelijk breed zet, ja, dan moet je wel even gaan kijken naar, is de landingspagina relevant genoeg? Ja, dan zijn er natuurlijk heel veel factoren die meespelen. Dus wat mijn advies is begin dan eigenlijk gewoon klein als je een nieuw account hebt om met die exacte eerste te beginnen bijvoorbeeld, of phrase match in dit geval, en bouw hem dan gewoon uit, want anders dan verlies je inderdaad misschien wel je kwaliteitsscore als het een heel populair zoekwoord is en nou, je website staat nog niet helemaal goed ingesteld of je landingspagina is niet helemaal relevant, ja, dan verlies je hem wel heel snel en dan zullen concurrenten je gewoon slimmer af zijn. Ja, en onderschat hierin ook niet de belangrijkheid, als dat een woord is, maar de mate van hoe belangrijk je landingspagina is. Want we gaan natuurlijk steeds meer verbreden, we hebben minder controle in de Google Ads interface, maar de prestaties en de gebruiksvriendelijkheid van je website wordt steeds belangrijker. Dus als je ook zoekwoorden gaat toevoegen, omdat je een groter bereik wilt gaan genereren, die totaal niet terugkomen op de landingspagina op jouw website, dan zul je daar ook een beetje voor worden afgestraft met een lagere kwaliteitsscore. Dus op het moment dat je dat in lijn houdt en ook zorgt dat de zoekwoorden in ieder geval ook in je advertenties en op je landingspagina terugkomen, dan score je in ieder geval wel voldoende. Ja, super. Mooi, nou dankjewel Nicole. Ik hoop dat jouw vraag ook beantwoord heeft. Super. Nou, Bianca, jij had nog een mooie case. Wilde je die nog... Ja, en dit, we zien nu eigenlijk een account waarbij we in eerste instantie de SCAG-methode hanteerden. En dus je zag in de linker tabel zie je de resultaten die we toen behaalden. Nou, een doorklikpercentage van 6,14%. Het was een non-branded campagne, dus daar waren we al erg blij mee. CPC was in lijn, conversies vielen wat tegen, want we hadden natuurlijk liever meer gehad. De kosten per conversie waren nog iets te hoog voor ons, naar onze wens. En de ROAS was ook dat we dachten, het is leuk, maar we moeten hier echt gaan dooroptimaliseren. Het is wel een account met veel data, dus ik heb besloten om hier gewoon te gaan testen met de Hagakure-methode. Wat gebeurt er nou als we advertentiegroepen gaan combineren op basis van onderwerpen, om te kijken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we hier meer uit gaan halen. Ja, in de rechterkolom zie je gelijk de resultaten van de Hagakure-methode. En daarin zie je dat de CTR en de CPC zijn veranderd. We hebben een lager doorklikpercentage en de CPC is wat omhoog geschoten. Wat ook logisch is op het moment dat je gaat verbreden en dus groter bereik pakt. Zorgt natuurlijk ook dat we de content in ieder geval moeten blijven optimaliseren om dat gewoon op niveau te houden. Maar het leukste is natuurlijk om te zien dat je het aantal conversies gewoon bij keer 5 ziet gaan. En conversiepercentage is echt omhoog geschoten. En de ROAS is ook gewoon enorm omhoog getrokken. Waardoor ook meer budget vrijkomt om te gaan investeren in deze campagne. Belangrijke indicator daarvoor is ook de kosten per conversie hier gewoon bijna gedeeld door 3 ziet. Ja. Alleen al door het simpeler inrichten van je account en het toevoegen van bredere zoekwoorden die al goed presteren. Wat is eigenlijk een hele slimme manier is om dat op deze manier in te zetten. Nou, ik heb gelijk een vraag, want in die voorbeeld die jij gaf je al aan, het is best wel een groot account met heel veel data. Nou, Humphrey heeft een hele goede vraag ook en dat is... Werkt de Hagakure-methode echt alleen voor grotere accounts? Of is er een bepaalde benchmark of een richting waar je kan denken van... Oké, nu is mijn account groot genoeg om het toe te passen? Okay. Hey, het is zeker voor alle accounts in te zetten. Kijk, ik vond het in ieder geval tof om met een groot account te testen... omdat ik daar ook al wat data had. Mm-hmm. Maar juist ook zeker voor kleinere accounts waar je nog geen data hebt... is het goed om je account simpel in te stellen... Want als je werkt met lagere budgetten en je gaat heel veel advertentiegroepen toevoegen, wordt het voor het algoritme heel erg moeilijk om dat evenredig te gaan verdelen. Je hebt toch best wel wat data nodig om ook significante verschillen te kunnen analyseren, om optimalisatieplannen te kunnen maken. Dan zou ik nog niet zozeer echt op die hele brede manier gaan adverteren. Dus dan zou ik hem nog wel wat krapper houden door exact en phrase match bijvoorbeeld in te stellen. Om daar in ieder geval mee te testen, maar wel je zoekwoorden zo te groeperen, zodat je daar in ieder geval al deels gebruik kunt maken van die Hagakure-methode.
Ja. En op het moment dat je wat meer data hebt, zelf op de maand 1 of 2, dan weet je al wel of je bepaalde zoekwoorden kunt gaan verbreden. Of dat sommige dingen gewoon niet werken voor het account. Ja. En dan ga ik een beetje vervelend doen misschien. Want ik, ik zie gewoon Humphrey nu al denken van, oké, maar is er een bepaald minimumbudget of een bepaalde impressiehoeveelheid waarbij hij dan kan denken van, oké, ja, nu is mijn account er klaar voor. Zeker, er zijn een paar vereisten, of ja, vereisten klinkt ook gelijk weer heel erg hard, maar er zijn wel een aantal minima die ervoor zorgen dat deze methode op zijn best werkt. En daar komen we straks op terug. Daar hebben we een paar slides voor. Stay tuned. Arnold die zegt, heel interessant, werd in beide gevallen, dus bij jouw voorbeeld, de SCAG-HAGCURE dezelfde biedstrategie gebruikt? Ik ben in eerste instantie met dezelfde biedstrategie aan de gang gegaan en dat was conversies maximaliseren. Inmiddels ben ik daar vanaf gestapt. Want het nadeel van de biedstrategie conversies maximaliseren is eigenlijk dat je aan Google je maximum budget meegeeft. Van oké, ik wil €50 per dag uitgeven en daar wil ik zoveel mogelijk conversies voor hebben. Dus dat betekent ook dat het algoritme niet gaat kijken naar een ROAS of een CPA waar die zich aan moet houden. Als die vandaag 10 conversies kan realiseren voor dat bedrag en morgen maar 2, dan is het algoritme net zo tevreden. Ja. En doordat hij dat doet, gaat hij eigenlijk de gehele doelgroep, die voor jou relevant is, al een beetje cappen. Omdat hij wil aanvoelen welke mensen gaan wel of niet converteren. Ja. Nou, op het moment dat jij een scalable strategie wilt instellen, is dat natuurlijk finesse. Want je wilt die mogelijkheden voor jezelf blijven realiseren. Dus dan is het altijd wenselijk om over te stappen naar een target CPA-strategie of een target ROAS. En in dit geval heb ik gekozen voor een target ROAS strategie die ik later heb getest. Eerst AB testen. Op het moment dat dat echt significante resultaten met zich meebrengt, ben ik pas definitief overgegaan. Ja, top. Nog een vraag. Jouw voorbeeld Casey heeft heel veel vragen teweeggebracht. Ja. Namelijk Luc, die vraagt, hoe lang hebben beide methodes gelopen? Dus wat is de doorlooptijd geweest? En is er een bepaalde seizoensinvloed van kracht geweest bij die vergelijking? Het vertoningsaandeel, is die ook toegenomen? En met hoeveel? Het vertoningsaandeel is inderdaad toegenomen. Die was eerst onder de 10%. En na de eerste test met de HAGCURE methode zat die op de 27%. Volgens mij. We hebben het budget iets verhoogd, dus we hebben daar nog heel veel ruimte om verder in te gaan doorgroeien. Als ook de rankingscore waar we nog genoeg aan kunnen verbeteren. Deze methodes hebben allebei even lang gelopen. Dit is data van het derde kwartaal van vorig jaar. En er kunnen altijd natuurlijk invloeden hebben gespeeld, maar omdat de testen tegelijkertijd ook hebben gelopen, zou dat ook voor beide campagnes destijds invloed hebben gehad. Top. En dan nog een laatste vraag, dit keer van Nicole. Moet ik de HAGCURE methode dan alleen Broadmatch toevoegen of ook exact keywords? Ja, ik doe altijd een combinatie van beide. Ja. Want zeker de belangrijkste exact keywords, die hou ik altijd wel in het account. Omdat dat ja echt wel exact, ik wil precies op deze zoekwoord gematcht worden. Ja. Dus ik doe eigenlijk een combinatie van beide. Maar als jij ziet dat je gewoon een heel breed zoekwoord hebt en exact die exacte zoekopdracht wordt ook nooit vertoond of voegt niet zo heel veel meer toe, dan kan je hem op broad zetten. Maar ja, ik ben altijd wel van het minder risico nemen eigenlijk. Dus ik doe altijd wel mijn exact keyword erbij. Ook met kleine accounts hoor. Dan begin ik met exact en dan zet ik phrase match erbij gewoon om die extra bereik te genereren. En pas als ik echt weet van oké, nou, dit gaat goed, de algoritme loopt goed, die heeft goed geleerd, dan zet ik me pas eigenlijk breed. Ja. Oké, nou, dat waren de vragen, dames. Dankjewel. Nou, hoe begin je dan met het structureren? We hebben het eerder al benoemd, hè. We gaan advertentiegroepen samen gaan groeperen. Ja. Nou, dat kun je doen op verschillende keypunten. Dus dan kun je uitleggen op welke manier jij dat doet of wat je kan aanraden. Ja, nou ja, je hebt eigenlijk een soort van drie hebben wij een beetje uitgekozen van hoe structureer je het dan. Eén is een beetje op onderwerp, dus wat verkoop je precies? Ik bedoel, je hebt misschien verschillende diensten, zoals customer loyalty, maar ook fulfillment en kaartjes drukken, ik zeg maar wat. Dat zijn hele verschillende onderwerpen. En de mensen die dat zoeken, die hebben een hele andere intentie dan de andere dienst. Dus zo kon je me ook wel een beetje structureren. Dus je hebt dus een hele pagina over de dienst kaartjes bedrukken, maar ook een hele pagina over de dienst fulfillment. En dan zo kan je wel een beetje indelen, dus opsplitsen.
Je kunt natuurlijk ook kijken naar de doelstelling. Dus misschien heb je een bepaalde productlijn die een bepaalde ROAS moet behalen. Of je wil voor daar meer sales en die andere meer leads. Dan kun je daar best wel op categoriseren eigenlijk. Maar je kunt ook gewoon op landingspagina kijken. Dus als jij gewoon één pagina hebt die heel veel zegt over wat je verkoopt, welke producten er in de aanbieding zijn, ja, dan kun je dat ook allemaal groeperen. Ja. Dus wat ik bijvoorbeeld voor een klant, een juwelier zag, is dat hem heel erg op merk opgesplitst was, die hele website. Ja. Dus je had een landingspagina voor de Psycho-merken, je had een landingspagina voor Guess, voor Meistersinger, allemaal type horloges eigenlijk. Dus het was mij duidelijk dat het niet per se ging om het zoekwoord horloge kopen, weet je. Daar richtte de website zich ook totaal niet op. Dus door die splitsing van die landingspagina's op de website kan je een beetje al kijken van, oké, nou, dat zou een logische indeling zijn om op merk bijvoorbeeld te adverteren. Dus altijd als iemand zoekt op een suikerhorloge kopen, nou, dan stuur ik ze gewoon naar de suikerpagina eigenlijk. Dus ja, heel veel verschillende manieren, maar waar ik eigenlijk altijd mee begin is, hoe staat die website ingestructureerd? Wat is precies de doelstelling? Wat verkoop je precies? En zo heb je verschillende opties om eigenlijk op te delen. Ja, dat is ook eigenlijk hoe ik het voornamelijk doe. Als ik kijk naar de meest voorkomende manieren, dan is dat toch wel echt op basis van de menustructuur, zoals Michelle al uitlegde. Er zijn natuurlijk klanten die nog niet echt heel goed weten of bepaalde diensten of producten samen een ander doel, een ROAS voor ogen moeten hebben. Dat ze dat niet concreet in kaart hebben. Dus die valt dan eigenlijk al af. Mm-hmm. Dus het meest gebruikt wordt eigenlijk op basis van de menustructuur. Dan heb je een hoofdkopje, bijvoorbeeld muurverf of verf. En dan daaronder de advertentiegroepen met muurverf, plafondverf, soort zaken. Op die manier zou je die een beetje in kunnen richten. Ja. Wat heb je dan nodig als je weet, ik ga met deze structuur aan de slag. Ik ga hem groeperen op basis van de menustructuur. Ja. We hadden net al even de vraag, zijn er vereisten die met zich meekomen op het moment dat je met de HQ aan de slag wil gaan? Ja, om het algoritme natuurlijk ook genoeg data te geven om zich te verbeteren en te leren, wordt er aangegeven dat er minimaal 10 conversies nodig zijn per campagne in de afgelopen 7 dagen. Dat staat eigenlijk simpelweg in, iedere campagne in jouw account moet minimaal 10 conversies hebben. Dan hebben we het wel puur over search. Ja. Hoe kun je dat doen? Het is natuurlijk goed om conversies in te stellen in het account. Bij voorkeur via de Google Ads Tag en niet het importeren via Google Analytics. De reden daarvoor is dat Analytics alleen click-based conversies doormeet. En het attributiemodel wat jij in Google Ads aan de conversie hangt, werkt eigenlijk niet op het moment dat jij conversies importeert vanuit Google Analytics. Hij zal altijd vastklik aanhouden. Nou, op het moment dat jij ook display hebt staan in jouw account of video, dan mis je dus eigenlijk al je view-through conversies, wat natuurlijk zonde is. En daardoor zorgt het eigenlijk voor dat Google Ads Tag net even wat meer informatie meegeeft, dus waardoor je eigenlijk sneller aan deze minimum zal komen. Ik denk dat ook, het is een no-brainer, maar we zien het in zoveel accounts dat er soft conversies missen. Ja. Iedereen wil zo'n liefst mogelijk natuurlijk op de meest belangrijke conversies sturen, wat heel erg begrijpelijk is. Alleen zeker op het moment dat je nog niet heel veel data hebt of je moet nog een beetje proeven welke zoekwoorden voor welke conversie het beste werken, zou ik toch aanraden om ook wat lower funnel of upper funnel conversies toe te voegen. Kijk bijvoorbeeld voor het bezoeken van belangrijke pagina's, het toevoegen van het product aan een winkelmandje, of het invullen van een leadformulier of een contactformulier, klikken op telefoonnummers of mailadressen. Ja. Waardoor eigenlijk meer data verzamelt en dus ook dit minimum sneller gaat behalen. In jouw conversie in Google Ads kun je ook aangeven welk type conversie het is. Dus in welke categorie die valt. En in jouw campagneinstellingen kun je meegeven wat voor jou het belangrijkste doel is. Is dat sales? Is dat leads? En zo zorg je eigenlijk ook voor dat Google wel begrijpt op het moment dat jouw leadcampagne een contactformulier binnenhaalt, dat het niet die lead is die jij wil, maar dat hij wel bijdraagt aan het worden van een lead. Dus zo zorg je eigenlijk voor dat je het algoritme net wat meer informatie meegeeft om jou te helpen om jouw doelen te realiseren. Natuurlijk is het belangrijk om je landingspagina goed in kaart te brengen. Staan hier alle belangrijke zoekwoorden op, om ook ervoor te zorgen dat mensen die hier landen begrijpen waar het over gaat, informatie vinden waar ze naar op zoek zijn, om het ook makkelijker maken om te converteren.
En wat ook nog vaak wordt vergeten is, bestudeer je landingspagina, de analyse van het gedrag wat daar plaatsvindt. Wat doen mensen nou als ze via jouw campagne op die landingspagina komen? Mm-hmm. Blijven ze daar ook? Scrollen ze naar beneden? Lezen ze de informatie? Want ook als je de landingspagina verbetert, kun je zo het conversieratio verhogen zonder dat je aanpassing hoeft te doen in je campagne. En het is eigenlijk altijd een samenwerking tussen beiden om het optimaal te laten presteren. Ja, ik heb vaak genoeg gehad inderdaad dat je het eigenlijk heel goed hebt ingesteld, je campagne. Of je weet in ieder geval zeker dat de structuur er goed in zit. En je ziet de CTR gaat goed. Alleen ja, dan loopt die eigenlijk mis op de landingspagina. Dus dat is zeker iets om iets om te vergeten eigenlijk. Het is wel misschien onderdeel van iets meer CRO-denken en conversiegericht. Maar ja, het is wel een hele belangrijk onderdeel eigenlijk voor je CS-strategie. Dus ja, ik zou hem wel niet... Goeie tip! Ja, nee, verder heb je dus... Het vereist is eigenlijk minimaal 3000 impressies per advertentiegroep in de afgelopen 7 dagen. Dat klinkt misschien heel veel. Dus daardoor ook die tip vanuit Google om je zoekwoorden eigenlijk te verbreden. Dus daar komt die broad match weer in spelen eigenlijk. Dus op het moment dat je broad match natuurlijk toevoegt, heb je veel meer bereik en kun je ook die impressies eigenlijk veel makkelijker behalen. Mm-hmm. Dan ga je ook weer kijken naar, als je het bijvoorbeeld op target ROAS of target CPA zet, ja, stel hem dan niet gelijk te strak in eigenlijk. Want soms dan zeg je, of dan heeft de klant de opdracht gegeven dat je een 5% of een ROAS van 5 moet behalen. Ja, maar als je hem daarop gelijk op instelt en het campagne heeft niet genoeg geleerd, dan kom je ook niet verder, zeg maar. Dus kan je hem beter, zeg maar, iets lager instellen, zodat je meer bereik hebt, zodat het algoritme beter leert en daarna aanpassen in wat eigenlijk de doelstelling is. Die impressies zijn moeilijk om aan te komen, maar zo heb je wel een simpele structuur eigenlijk wel nodig om dat te behalen. Ja, en dat geeft ze eigenlijk ook gelijk al aan, als je werkt met een campagne waar je 15, 20 advertentiegroepen hebt staan, dat het echt wel een klusje wordt om daar allemaal die 3000 impressies per week te gaan behalen. Dus maak het ook vooral voor jezelf makkelijk om ze gewoon te groeperen waar het kan. En dat kun je stapsgewijs doen door het eerst wat safer te gaan groeperen en dan wat gedurfder. Ja. Om je gewoon voor te zorgen dat je hier wel naartoe gaat. Ja, zeker. Ja. Ik heb een vraag, dames. Yes. Een vraag over de zoekwoorden van Nicole. Verbreed je zoekwoorden wanneer ze goed presteren, maar hoe kan ik dan mijn impression share beoordelen? Als je overal broad match hebt toegevoegd of hebt staan, omdat impression share dan sowieso veel lager is. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Op het moment dat jij zoekwoorden gaat verbreden, dan zorg je er natuurlijk ook voor dat jouw vertoningsaandeel daarvan naar beneden gaat. Ja. Het is ook een beetje meten met twee maten. Je hebt nog steeds de impression share voor de zoekwoorden die niet breed zijn, waar je je op kunt beoordelen. En als je over je gehele account gaat kijken wat de groei is qua impressies, dan kun je ook voor jezelf een inschatting maken. Heb je bijvoorbeeld ingespeeld op eventuele toenames in zoekvolumes? En sinds dit jaar is ook de Insights tab beschikbaar gekomen in Google Ads. Waarin wordt aangegeven wat binnen jouw categorie, of de categorie waarin je adverteert, toenames zijn in zoekvolumes en wat jouw score daarvan is. Dus als jij ziet dat in jouw productgroep een toename heeft afgespeeld van 20% qua zoekvolume. En jij hebt maar 5% extra impressies gekregen. Dat je weet van, hey, ik heb niet volledig gebruik gemaakt van die groei die er was. Ja. Dus dan moet je of wellicht nog meer gaan verbreden, of ervoor zorgen dat jouw bredere zoekwoorden beter gaan presteren. Ja, top. Dankjewel. Okidoks. Derde vereiste, denk ik. Ja, en ook de laatste. Ja, wat Google bij voorkeur aandraagt, is dat vertoningsaandeel tussen voor je advertenties, voor zoekwoorden moet ik zeggen, tussen de 50% en 75% ligt. Nou, dat is behoorlijk hoog. Ja. En er zijn een aantal trucjes om je vertoningsaandeel natuurlijk te verhogen. Maar ik zeg er ook wel bij, ga je hier niet op blind staren. Want er zijn maar weinig accounts die hieraan voldoen, die ook heel goed presteren. Dus het is meer, mocht het lukken, hartstikke top. Vertel ons vooral hoe je het hebt gedaan. Maar het is geen must in deze. Nee. Okidoks.
Nou ja, dan denk ik dat we de vereisten wel hebben. Hoe gaan we nou concreet? Ik denk trouwens ook dat dit wel goed de vraag van Humphrey heeft beantwoord. Ja. Dus, gelukkig. Humphrey, zo niet, laat het even weten. Ja. Ik denk dat het nu goed is om concreet te worden. Wat moet jij doen om die Haagkleurenmethode te gaan instellen? Ja. We hebben natuurlijk al heel wat punten benoemd, maar we zullen er nu even wat concreter en vlotter doorheen gaan. Ja. Op de slide van deze methode zie je eigenlijk de 5 stappen die wij nemen op het moment dat wij de Haagkleurenmethode gaan implementeren. Ja. We zullen er even kort bij stilstaan en ja, dan zal het al een stuk duidelijker worden ook wat we zojuist al hebben verteld. Ja. We beginnen met SCAG versus non-SCAG. Nou, dit is eigenlijk het hoogste topic wat hierin is teruggekomen. Zorg ervoor dat je campagnestructuur gewoon een stuk simpeler wordt ingesteld. Aan de linkerkant zie je dat voorbeeld waarbij je een campagne hebt met advertentiegroepen met advertenties daaronder. Zorg ervoor dat het gewoon lekker gegroepeerd wordt, zodat het overzichtelijk is voor jou. Overzichtelijk voor het algoritme om daar gewoon goed op te kunnen sturen. Ja. Yes, dan hebben we de broad match zoekwoorden. Ik denk dat we al heel veel over hebben gezegd. maar het is gewoon wel een feit dat je bij heel veel exacte zoekwoorden nodig zou moeten hebben om die brede zoekwoord te vullen eigenlijk. Dus daar is eigenlijk gewoon ook een tip. Als je ziet dat hij genoeg geleerd heeft, dat het algoritme geoptimaliseerd is en smart bidding hebt ingesteld. Dat is wel echt goede vereiste dat je smart bidding hebt ingesteld. Dan kun je best wel gaan testen met die brede zoekwoorden toevoegen. Om ja, zo eigenlijk steeds meer te vangen, steeds meer verkeer te vangen. Ja, dan krijg je gewoon hele interessante inzichten eigenlijk in. Ja, ik denk dat we ons voorheen ook al flink hebben onderschat in, of overschat moet ik zeggen, in de zoekwoorden die we kozen. Ja. Ik denk natuurlijk heel goed te weten, en dat doet de klant natuurlijk ook, wat zijn product is en hoe mensen dat zoeken. Maar het gros van de zoekopdrachten die dagelijks binnen Google worden gedaan, zijn gewoon nieuw. We gebruiken steeds meer woorden in een zoekopdracht, dus ze worden steeds langer. Yeah. Totaal niet specifiek, ze zijn een stuk breder. Waardoor het eigenlijk ook zorgt dat als jij alleen maar op exacte zoekwoorden gaat richten. En natuurlijk, exact match is niet meer de exact match van 5 jaar terug. Het zorgt er wel voor dat je gewoon heel erg beperkt in waar Google jou gaat vertonen en met welke zoekopdrachten die jou matcht. Dus het is zeker waardevol om hiermee te gaan testen. Ja. Michelle noemde hem al, smart bidding. Waar we voorheen handmatige CPC gebruikten en in sommige gevallen verbeterde CPC, is dat nu wel een beetje verleden tijd. Ja. Zelf start ik altijd met conversies maximaliseren in een account waar nog niet veel data is. Om in ieder geval die conversies binnen te gaan krijgen. Omdat voor een target ROAS strategie of een target CPA strategie toch echt wel wat data nodig is om dat goed te laten werken. En ook te begrijpen welk target moet ik instellen om te voorkomen dat ik hem niet te strak inzet of veel te ruim. Ja. Dus daarmee genereer je eigenlijk zelf wel tijd om wat learnings te doen. Ik denk ook dat het goed is om nogmaals te benadrukken dat als je gebruik maakt van een conversie, maximaliseren strategie, om je bewust te zijn van je beperking, je vertoningsaandeel. Dus laat hem daar ook vooral niet maandenlang op staan. Probeer jezelf wel aan te leren om daarmee te testen. Ook als je nog niet weet wat dan wel een ideale target CPA of een target ROAS is. Zet gewoon een experiment op met het doel wat je campagne de afgelopen 30 dagen of 60 dagen heeft behaald. Kies daarin een gemiddelde. Ga daarmee testen en mocht dat beter werken, kun je daarin ook weer een nieuw experiment opstarten waarbij je je target gewoon naar beneden of naar boven bijstelt. Dus gun je tijd ook gewoon die mogelijkheden om dat te doen. Ja, belangrijk is eigenlijk gewoon in SEA blijf je testen. Ja. Dus soms dan heb je misschien op target CPA staan en dan werkt die hele tijd heel goed. Maar misschien heb je een ander seizoen of marktontwikkeling waardoor je weer anders moet gaan instellen. Dus ja, smart bidding is daarin gewoon, ja, blijf testen en blijf kijken wat het beste voor jouw account eigenlijk werkt. Ja, we hebben nu ook heel veel gehad over het toevoegen van zoekwoorden, de manier van zoeken door de mensen verandert. Nou, Google heeft natuurlijk dynamische zoekcampagnes en advertentiegroep om ervoor te zorgen dat vangnet eigenlijk voor jou te zijn. Ja. En hierin zien we ook 85% van de zoekwoorden die een DSA-campagne genereert zijn nieuw. Die komen nog niet in je account voor. Dus het geeft ook de mogelijkheid om meer inzicht te geven in welke zoekwoorden missen er nog. Waar moet ik bijvoorbeeld op mijn website aan gaan werken? Wat kunnen we nog verder doen om onze campagnes te verbeteren? Ja.
Zelf zet ik altijd in het account een DSA-campagne. En in iedere reguliere zoekcampagne voeg ik deze advertentiegroepen toe. Sowieso voor de categorie bijvoorbeeld. Stel dat ik een campagne heb over hondenvoer, dan neem ik de menupagina hondenvoer als categorie. Waarbij ik eventueel ook de best converterende pagina's nog als aparte advertentiegroep opneem. Ja. Om je ervoor te zorgen dat je dat vangnet op meerdere plekken genereert. Goed om te weten is dat jouw DSA-campagne niet tegen zichzelf zal gaan concurreren. In het begin dacht ik ook, ik kan nu een DSA-campagne op gaan zetten, deze advertentiegroepen in reguliere campagnes opzetten. Wordt dat niet een beetje te veel van het goede? Op het moment dat jij een account hebt waarin je dit gewoon gaat opzetten, zoektermenrapport in de gaten houdt, dan zorg je er eigenlijk voor dat Google heel goed de intentie begrijpt van de doelstelling die jij hiermee voor ogen hebt. Ja. We hebben hier ook opties neergezet op basis waarvan jij bijvoorbeeld een DSA-campagne kunt opzetten. Kun jij daar in het kort iets over vertellen, Michelle? Ja, zeker. Je hebt dus eigenlijk gewoon drie opties en dat zul je ook wel zien als je zelf een DSA-campagne opstart. In dat je hem op exacte URL of van die regels kunt maken van URL-campaigns. Dat betekent eigenlijk dat je alleen op die pagina gaat adverteren. Dus Google gaat die pagina doorzoeken en daarvan relevante zoekwoorden voor je ook proberen te zoeken. Maar je kan hem natuurlijk ook steeds breder opstellen. Je kunt hem op basis van pagefeeds zetten. Dan heb je misschien wel veel controle. Ja, meestal voor grotere websites is dat iets meer te doen dan al die exacte URL's natuurlijk in te voeren. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon websites die heel goed categorieën aanvergeven. Dus als je bijvoorbeeld hondenvoer verkoopt en je hebt hem per merk dan weer opgesplitst, dan kun je daar best wel gewoon goed gebruik van maken om per advertentiegroep zo in te richten. Ik zelf vind exacte URL altijd wel heel leuk, of althans goed werken. Zeker als de website niet helemaal geoptimaliseerd is of landingspagina valt een beetje tegen. Dan werkt voor mij in ieder geval exacte URL gewoon best goed eigenlijk. Ja. Maar voor grotere websites kun je iets voor de andere opties kiezen. Ja. Ja, en hoe meer je hier ook mee gaat testen, zorg ook wel dat je je zoekwoorduitsluitingen goed in de gaten houdt. Ja. Want op het moment dat je met categorieën aan de gang gaat of met exacte URL's, kunnen ook bijvoorbeeld pagina's als de FAQ of de blogpagina bijvoorbeeld getriggerd worden op het moment dat jij ze toevoegt aan jouw DSA-campagne of als je kiest voor de gehele website. Ja. Dat zijn natuurlijk dingen die je niet wilt. En je wilt ook niet dat jouw DSA-campagne je branded search-campagne gaat overrulen. Nee. Dus door daar wel goed te letten op die uitsluiting, zorg je in ieder geval dat je dat voorkomt. Ja. Naast DSA-campagnes hebben we natuurlijk ook dynamische creatives. Nou, binnen search hebben we de RSA's. Ja. Maar binnen RSA's hebben we natuurlijk ook het customizers, waarvan ik er eerder al kort eentje noemde. Michelle, kun jij toelichten hoe je dit implementeert in accounts? Of wat hier de voordelen van zijn? Ja, nee zeker. Je maakt hem eigenlijk gewoon heel simpel, heel relevant en heel persoonlijk voor de gebruiker. Dus wat Bianca eerder al noemde, is de keyword insertion. Ja, dan komt eigenlijk gewoon als kop terug het zoekopdracht wat iemand ingetikt heeft. En dat is natuurlijk één relevant, maar eigenlijk ook heel eerlijk, mensen zijn gewoon heel lui. Dus als jij gewoon precies ziet wat jij intikt, dan is die advertentie natuurlijk super relevant voor je. Want je hebt er gewoon precies wat je zocht en mensen klikken daarop. Dan moet je natuurlijk wel gewoon een goede landingspagina erachter plakken om het relevant te houden. Maar het maakt het wel gewoon heel persoonlijk. Je kunt ook if-functies instellen. Dus als iemand via mobiel zoekt, dan heb ik een mobiele URL waar ik naartoe wil. Of kun je beter naar deze en deze site. Want die is dan of pagina, omdat die geoptimaliseerd is daarvoor. Zo kun je best wel makkelijker. Eigenlijk maak je het gewoon heel makkelijk voor iemand die op je advertentie klikt om die ervaring gewoon. En voor jezelf natuurlijk ook. Want als je voor iedere variant aparte advertenties gaat schrijven, dan krijg je er weer heel veel. En zeker als je een hele grote website hebt met heel veel producten, dan wordt het gewoon heel erg lastig. Ja. Als je daar kan werken met ad customizers of met een feed waarbij je bijvoorbeeld prijzen dynamisch inlaat of voorraden, dan zorg je in ieder geval voor dat je niet alleen de klant, maar ook jezelf een stuk daarbij helpt. Ja, ik denk dat daar ook op aansluit de feeds. Als je een feed hebt, dat je dan ook gewoon kan uploaden en natuurlijk je advertentie relevanter maakt. Zeker. Dus. En dan hebben wij heel veel verteld over de Hagekure-methode. Daar hebben we ook best wel tijd van de webinar in beslag genomen, zie ik.
Maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd, mochten jullie de HGQ-methode al toepassen op bepaalde onderdelen, welke zijn dat? Dat vinden wij erg leuk om te weten. Dus als het goed is, heeft Cheryl nu een poll geopend. Jullie hebben nu nog 10 seconden om te doen. Heel snel, Cheryl. Heel snel. Nou, dat... Shit, zo snel. Ik zo kap zitten ook weer niet in de tijd. Echt maar één iemand moet invullen. Oh, wat erg. Oké, dat was iets te snel. Mijn excuses hierbij. Maar op de vraag methode HGQ-curen. Nee, ik werk met geen van deze methodes. Okay, ik zie een paar reacties binnenkomen. Oh ja, dat is nog even Rick die aanvult. Je kan je branded keywords ook uitsluiten binnen DSH. Zeker, ja. Maar in ieder geval, degene die heeft gereageerd op de poll, omdat ik het zo snel heb ingevuld, die heeft aangegeven dat ze geen van beide methodes gebruiken. Okay. Interessant. Ik denk dat we zo wel wat hebben voor je. Absoluut. Nou, we hebben natuurlijk ook al gehad over het vierde kwartaal. We willen onze campagnes daarvoor gaan optimaliseren. Zorgen dat ze klaar staan ook om ook de verwachte toenames in traffic aan te kunnen. Ja. Nou, we gaan natuurlijk veel verder dan alleen search. Ja. Wij hebben eigenlijk alle campagnetypes die er zijn, zetten we regelmatig in. Maar we hebben toch wel een personal favorite die we jullie zeker willen meegeven om daar extra aandacht aan te gaan besteden. Ja. En nou, het is natuurlijk geen verrassing dat dat een smart campagne is. En voordat wij ons personal favorite met jullie gaan delen, zijn we ook heel erg benieuwd. Maken jullie gebruik van smart campagnes? En dat kan dus zijn een DSA, dat kan zijn smart shopping, smart display. Ja, whatever smart, je kunt denken. Wat is jullie favoriet? En als het goed is... Komt verder weer met de poll. 25 seconden. Ja, dat is goed, zeg. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook al. We waren de eerste helemaal niet zo'n fan van. Nee, het is toen ze beschikbaar kwamen echt heel erg... Was dat van, oh jee, wat is dit nou? Nog meer loslaten. Wie weet het beter. Ja. Nou, het is wel interessant. 60% maakt er gebruik van. Okay. Van smart campagnes. 40% maakt helemaal geen gebruik van smart campagnes. Oh, oké. Okay. Dat is wel meer dan ik dacht. Ja. Nou, je kan het wel ergens ook wel begrijpen, zoals ik zeg. Maar ja, we zijn toch op een gegeven moment gaan testen. En dan zie je toch wel dat... ook Google, die geeft voorrang aan natuurlijk zijn smart campagnes. Dat is wel heel vervelend natuurlijk. Maar wat we wel zagen is dat... vooral smart shopping. En ik denk dat dat echt ons favoriet is. Ja, zoveel beter doet dan standaard shopping. Dat je daar echt gewoon blij van wordt om te rapporteren naar je klant eigenlijk. Het is gewoon een complete oplossing. Dus het is niet meer een shoppingcampagne waardoor je dus alleen die shoppingadvertenties komt. Het is ook een stukje remarketing, dynamic remarketing met banners. Het is zoveel slimmer ingestoken eigenlijk. Ja. Dus je doet zoveel meer in die hele funnel eigenlijk om mensen weer terug te krijgen en echt aankopen te genereren. Dus ja, daar zien we gewoon super, super positieve effecten eigenlijk van. Ja, ik denk dat ik een van de eerste in ons team was die ging testen met smart shopping. En ik werd aangekeken tijdens de teammeetings van... Oh jee. Bianca, in hemelsnaam. Durf je. Ja. Maar ik was wel ook daarmee degene die resultaten met team kon delen. Van jongens, dit is echt iets wat stukken beter is als de eerste keer dat het gelanceerd werd. En als wij voor onze klanten hier op tijd bij willen zijn, dan moeten we hier gewoon mee gaan testen. Ja. Je kunt het gewoon parallel naast elkaar laten draaien. En op het moment dat smart shopping genoeg data heeft om ook echt beter te performen, zal die ook de standaard shopping campagne overnemen. Ja. Dus die standaard shopping campagne gaat dan gewoon steeds minder uitgeven, zodat je niet tegen jezelf concurreert. Dat vond ik persoonlijk heel fijn, omdat je in shopping niet kunt experimenteren. Nee. Dus je kunt geen AB-test opzetten en je wilt ook niet je budget twee keer gaan verdubbelen om een test te gaan doen. Nee. We hebben hier ook weer wat resultaten gedeeld van twee cases die ik, waarbij ik deze stap heb gezet. Waarbij echt de toename in de conversies gewoon enorm is. En de kosten per conversie echt zijn gedaald. En ook de ROAS behoorlijk is toegenomen. Omdat je gewoon veel meer op die omzet gaat sturen als dat je dat in een standaard shoppingcampagne doet. Goed om ook te weten is dat standaard shoppingcampagnes voorrang krijgen in de veiling op standaard shoppingcampagnes. Dus als jouw concurrenten standaard shopping gebruiken en jij als smart shopping, dan zit je daar in ieder geval al goed voor. En dit geeft ook gewoon mogelijkheid om extra budget in te zetten
om in ieder geval meer sales te gaan realiseren. Ja. Nou, in de tweede case zien we eigenlijk eenzelfde patroon. Goed om te weten is dat we in deze case in eerste instantie standaard shoppingcampagne gesplitst hadden op branded en non-branded. En dat branded het enorm goed deed. Terwijl je eigenlijk wil dat je non-branded ook gewoon heel goed gaat scoren. Met smart shopping heb je sinds vorig jaar ook de new customer acquisition mogelijkheid. Wat dus eigenlijk de campagne niet alleen maar laat sturen op het realiseren van meer omzet of meer conversies. Maar op het aanraken van nieuwe klanten. En zeker voor bedrijven die werken met een recurring model of een abonnementsvorm. Is dit weer heel erg interessant om in kaart te gaan brengen. Dat je ook kunt rapporteren hoeveel nieuwe klanten een campagne oplevert. Iets wat in eerste instantie echt heel huiverig was. Van hoe weet Google nou wat wel of niet nieuwe klanten zijn. Ja. Nou, dat kan op basis van een Google Ads stack die tot 13 maanden terugkijkt. Het aanleveren van klantenlijsten. Waardoor je dat kunt verifiëren. Ja. Zo kun je eigenlijk nog meer data genereren en ook gewoon je campagnes verbeteren. Ja. Zeker een tip voor Q4. Als je nog geen smart shopping doet, probeer hem wel. Want het is wel een gaaf optie in die. Ja. Ja, waar hebben we het allemaal over gehad, Michelle, vandaag? Oh mijn god, zoveel. We hebben het vooral natuurlijk over de Hagekure-methode gehad, wat eigenlijk gewoon betekent simpel accountstructuur. Simplify vooral je accounts en ga met die methodes aan de slag die we benoemd hebben. Kom je natuurlijk wel richting dat simpele uit eigenlijk. Ja, we kunnen hem ze wel weer noemen. Eigenlijk hebben we dan ook wel een kleine surprise voor jullie. En natuurlijk, omdat we binnenkort jarig zijn, dachten we kunnen jullie niet een uur lang van jullie tijd in beslag nemen. En vervolgens met heel veel informatie een lunchtijd in te gaan. We hebben een checklist gemaakt die bestaat uit 7 stappen waarmee jij zelf de Hagekure-methode kunt implementeren. Staat stapsgewijs wat je kunt doen. En iedereen die bij deze webinar aanwezig is, die zal deze via de mail toegestuurd krijgen. Mocht je daar nog vragen over hebben, dan kun je ons natuurlijk ook altijd gewoon even via de mail bereiken. Als je denkt van, oh shit, nu weet ik niet meer, hoe moet ik dit aanpakken? Ja. Ieder account is anders, dus weet dat dat mogelijk is. En dan hebben we nog even de tijd voor eventuele vragen. Dat is mooi binnen de tijd. ik had dus al een vraag binnengekregen van Nicole. En die vraagt voor het opzet van een DSA, hoe moet ik de pagefeed gaan inrichten? Dan ben ik heel even benieuwd wat ze exact bedoelt met de pagefeed. Nou, Nicole, als je goed. Wat bedoel je precies met pagefeed? Ze heeft gelijk ook nog een vraag over DSA. Vaak als ik DSA-campagnes opzet, komen er veel branded zoektermen uit, waardoor er wel makkelijk conversies behaald worden. Maar ik heb ook gewoon een branded campagne aanstaan. Ja, ik denk dat Gerben die vraag volgens mij al goed had beantwoord. Je kunt in je DSA-campagnes ook gewoon support uitsluiten. Wat ik adviseer is om in je Google Ads-account gewoon een uitsluitingslijst te maken met alle branded termen. En die gewoon aan alle campagnes, behalve je branded search-campagne, toe te voegen. Ja. Zodat je in ieder geval dat al voorkomt. Ja, nou, Rick had die vraag inderdaad ook al beantwoord, zie ik nu. Hey, mochten er nog vragen zijn? En Nicole, als jij nog... Ik denk dat die vragen beide al beantwoord zijn. Nou, top. Helemaal goed, Nicole, dankjewel. Mocht er nog andere vragen zijn, stuur nog even een chatbericht. Mocht het niet binnen de tijd vallen, maakt niet uit. Dan komen we er gewoon achteraf nog even op terug. Je kan nog altijd privé een bericht sturen. Dan komen die automatisch in onze e-mails terecht. En we kunnen daar ook gelijk op reageren. Nog een laatste vraag van Nicole. Als ik wil starten met de Hagekure-methode, moet ik dan starten met 1 search en 1 shoppingcampagne en vanuit daar meerdere campagnes opzetten of al gelijk starten met meerdere campagnes? Ja, dat hangt heel erg af van het bedrijf. Ja. Op het moment dat je al adverteert, dan zou ik gewoon beginnen met het testen van de Hagekure-methode voor een campagne die al goed loopt. En als dat goed presteert, dan kun je gewoon steeds verder gaan uitbouwen en ook andere campagnes gaan testen. Is het een nieuw account waarbij je nog niet heel erg veel data hebt? Dan zou ik voor je meest belangrijke categorie op de website, je meest belangrijke diensten of je meest belangrijke producten, in ieder geval campagnes gaan maken. Dus het hoeft niet per se 1 campagne te zijn, kunnen er ook 2 zijn of 3. Ja. En dat je vanuit daar eigenlijk langzaamaan gaat opbouwen. En Michelle gaf daar al een hele goede tip. Begin dan wat kleiner met Exact en wellicht Phrase als toevoeging. En als dat resultaten behaalt, dan uitbreiden naar Broad. Ja.
Nou, top. Nicole, ik hoop dat dit je vraag ook beantwoord heeft. Ja, ik zie een paar hele lekkere muffins voor me staan en ik ruik ze ook. Dus ik denk dat wij gewoon nu een feestje gaan vieren. Ja. Allemaal bedankt voor het kijken. Nogmaals, als er vragen zijn, dan weet je ons gewoon te vinden. Jullie krijgen allemaal de webinar ook toegestuurd per e-mail. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. Geniet van de lunch, eet smakelijk en tot snel weer. Yes, dankjewel.